Suriname heeft in het jaar 2022 via economische en technische samenwerking met internationale partners verschillende programma's voorbereid en uitgevoerd ter waarde van $110 miljoen. Dit liet minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, BIBIS, vandaag weten tijdens een presentatie van het jaarverslag 2022 en vooruitblik 2023 op het hoofdkwartier van het departement. Ramdien geeft aan dat deze financiële middelen komen van schenkingen en financiering, dus niet terugbetaald hoeven te worden. Dat is waarschijnlijk in termen van buitenlandse inkomsten een van de grootste sectoren, onze ontwikkelingssamenwerking. En de gebieden, de sectoren zijn landbouw, veeteelt, ICT, infrastructuur, volksgezondheid, milieu en gemeenschapsontwikkeling. Ook hier ziet u aan de ene kant dienst verlenen, volksgezondheid en milieu, gemeenschapsontwikkeling, maar aan de andere kant ook productie stimulerend. In termen van landbouw, veeteelt, ICT en infrastructuur. Dus het buitenlands beleid is niet alleen gericht op het aangaan van relaties en politieke vrienden maken. Het gaat er ook om dat we daar voordelen uithalen. De bewindsman wijst er ook op dat Zuid-Korea afspraken met Suriname heeft gemaakt en dat terugzeggingen zijn bekrachtigd. LVV zal van Zuid-Korea 4 graafmachines ter waarde van $800.000 ontvangen. 4 excavators die gebruikt gaan worden om landbouw te stimuleren, de landbouwinfrastructuur te stimuleren. Dat is maar een voorbeeld. Japan heeft wat betreft bijna 2,7 miljoen US middelen beschikbaar gesteld om de pompgemalen te upgraden. In Paramaribo met name. Die keuze is gemaakt voor Paramaribo. Nou, dat betekent dat we dus onze waterbeheersing veel beter zullen kunnen doen. 2,7 miljoen geschonken. Dus de technici zijn al hier, de specificaties zijn al besproken. Dus de leveranties gaan plaatsvinden. Ramdien zegt dat de ondersteuning van internationale partners ook in 2023 een prioriteit zal zijn van de regering Santokki-Brunswijk.